Welkom bij mijn vlog. Wouter is jaren. 19 Gefeliciteerd. Welkom. Welkom bij Videodagboek dag 400. Je moet er even doorgeven en iedereen moet zich voorstellen in de camera. Hoi, wij zijn rood. Tuurlijk al eentje hoor. Ja. Dit is mijn vlog. Oh, wat ik ook in de vlog? Ja, nu heb ik hier even geen tijd meer voor. Nu heb ik... Even leuk doen. Milde rust een dansje. Oh, je viel. Ja, ik stond als een kruikenlamp. Zo, wat vet. Heb jij een leuke dag gehad? Nee. Nee, helemaal niet. Ik heb te veel bier. Nee, geen alcohol. Dat mag, niet in de vlog. Kijk, geen alcohol. Hallo, welkom bij mijn vlog. Wouter is jaren. 19 Gefeliciteerd, welkom. Dit is nu al een leuke vlog van Lucas verjaardag. Heb je die nog niet gezien? Maar we worden op 111. Maarten, als jouw leven een kinderboek was, wat zou de titel zijn? Er is een flinke slok bier voor nodig, hoor. Het leven van een alcoholist. Het leven van een alcoholist. Ik ging in de gevangenis. Omdat ik handelde. Barbecue saus? Nee, luister. Barbecue is beter, zeg het. Welke saus is beter? Barbecue. Nee, jij zegt niks. Ook zo? Barbecue. Zoetzuur. Zoetzuur. Nou, weg met dat lelijke licht. Oké. Laten we een fitcheck doen. Oh, nee. Ja, laat maar eerst. Fitcheck. Die paper. Dingetje. Winkel uit Barcelona. Ik weet het niet meer. Mijn broek is van de ASOS Tal. En mijn schoenen zijn van The Night. Dankjewel. Nee. Nou, ik zat helemaal in de blok. Kijk, jullie zijn gelukkig. En daar gaat het allemaal om. Gelukkig zijn in het leven. Daar gaat het om in het leven. Lekker man. Roos, hoe doe je een stropdas om? Ja, Wouter moet elke dag. Hij kan het wel hoor. Wouter multitalentje. Hij moet de spoon doen. Beste feestje ever. Het is party. God. Ik vind het nu eigenlijk jammer dat ik niet naast jou zit. Je denkt, ik ga het hele parcours afleggen. Daar gaan we. Oké, welkom bij parcours. Mijn eerste obstakel is Wouter zelf. We gaan hem drie belangrijke vragen stellen. Vraag 1. Als jouw leven een kinderboek was, wat zou de titel dan zijn? Nou, ik denk niet hele kindvriendelijk worden. Dat weet ik wel. Vraag 2. Wie is jouw celebrity crush? En de derde en belangrijkste vraag van deze avond is... Even een soort tromgeroffel, zodat ik nog heel even kan... Als je naar een onbewoond eiland zou gaan, welke twee mensen en drie dingen zou je meenemen? Twee mensen en drie dingen. Twee mensen en drie dingen. Ik zou denk ik gewoon Enzo Knol en Milo Knol meenemen, denk ik. Puur voor het entertainment. En een helikopter zou ik meenemen. En een boot. Oh, jij bent zo'n valspeler. Dat mag toch? En een koffer vol met kleding en andere spulletjes voor als ik op reis ga. Ja, ja. En ook, de vraag was ook heel even of ik naast Roos mocht zitten. Gezellig samen. Nu? Ja. Ja, ik zit hier. Sorry, hou ik van jullie je plaatsje bezet? Ja, het is oké. Okay. Ik wil niet in het lelijke licht zitten als je erin. Ik ben nog lezen als kind zo. Je zit nu in het donker. Ja, beter. Wil je nog even voorstellen in de vlog? 5 seconden mag je even langs. Oh, ik ben Tessa met z'n allen. Nee. Hoi. Dit is Roos. En ik ben Harme. Wij zijn jullie hosts van deze avond. Kan jij in 3 stappen uitleggen hoe je indruk maakt op mij? Loopt er uit, joh. Nou, oké. Okay. En een keer de volgende krijg ik ook wel. En dan zeg je hoi. Oké, is dat stap 1 al? Ja, hoi zeg je stap 1. Aha. Dan koop je een drankje voor haar. Ja, al 2. En dan moet ook een mix drankje. Een mix drankje. En dan ga je lekker dansen. En dan is het goed. Oké, en wat vind jij van een kus op de eerste date? Dat kan.
Kennen jullie niet? Dat is de naar de vloer. Stel je voor dat ik de naam van sommige mensen aan deze tafel nog niet ken. Wat zijn dan de beste opties? Een cadeautje. Ik zou je aan het begin. Ze zeggen gewoon ik wil een cadeautje voor hem hebben. Dat zeg ik wel even bij. Kan je ook? Ik ben echt goed hierin. En jij hebt bij deze een optie. Wil jij zout snijden, ja of nee? Als je zegt ja, dan moet je het doen. Als je zegt nee, dan moet je een opdracht doen die ik nu nog niet bekend aan jou maak. Die misschien erger is en misschien minder. Oké, dan moet je de peper snijden. Ja. Ik doe nu de chirurgie, hè? Heel goed. Ja, ik word een echte journalist later, dus pas me op. Weet je al welke studie ik doe? Wat gaan we vandaag doen? Rechten in de Utrecht aan de universiteit. Uitleg. Universiteit. Ja. Schrijf je op bord uitleg. Doe maar. Wie weet over twee dagen of niet meer. Zegt de pauze. Ja. Harry Styles. Ja, val je op hem? Nee, of Florence Pugh. We gaan dezelfde vraag aan Wouter stellen. Wouter, met wie zou jij dat doen? Wat ook wel, met wie dat doen? Een drankje, zeg maar. Jij dan met Harry Styles een drankje? Een drankje? Met Ariana Grande. Dat is zo Nee. Laten we even wat antwoord. Zendaya? Ja. Ik ook nog wel... Nederlandse acteur van een serie Hoogvliegers. Hij is zo knap. Dit is jouw verjaardag en dit is het leukste feestje wat je ooit gegeven hebt, Bob. Maar ik vond het niet leuk dan? Nou... Nee, ik ga er vandoor. Ja. Ga er vandoor? Ja. Nu al? Ja. Hoe laat het niet uit? Kwart voor 10. Hij niet uit. Kwart over 11. Ik ben heel erg klim met jou in de auto. Ja, dat was echt leuk. Oh, een flashback hebben wij hier van dat we in de auto gezeten. Ja, dat was echt dat moment dat je echt helemaal in love viel met mij, toch? Oh, jij bent wel best vriend. Ja, dat zijn wij nog. Ja, sorry, dat zijn we al vergeten. Ben je voor mij te jong? Ja, vond ik jou te jong? Hoe oud ben je? Nee, ik ben echt te jong. Snel gaan, nou. Fijne terugreis. Yes, high five. High five. Slaap lekker, ja. Emiel, ik ga er vandoor. High five. Weet je ook weer? Arme Frodo. Stijn, ik ga er vandoor. Oké. Geen probleem. En bedankt voor het feestje, dat was heel leuk. En voor de vlog, is ook heel leuk. Binnenkort even weer wat afleken en dan gaan we dat vloggen. En dan gaan jullie een dag in het leven van mij meemaken. Absoluut. Ik ben helemaal leuk. Lucas? Hoi. Wil je even je mening geven over Tom O'Dell? Eén goed nummer. Maarten, ik ga er vandoor. Ja! Nee, ik ging er echt vandoor, maar doe ik. Nou, ik ga nog studeren. Ik ga niet studeren meer. Ik ga er vandoor. Doei. Ik ga naar huis. Ik ga studeren. High five. En dit is Gotham. Ja, en toen was hij wel dicht.